Cultuurinactie.nl. Ik kan niet vaak genoeg maar die website noemen. Het is natuurlijk belangrijk voor de mensen die in de cultuur- en de entertainmentsector werken. Maar het is ook belangrijk voor de mensen die naar het theater toe gaan. Of naar een voorstelling gaan kijken. Of muziek luisteren. Of boeken lezen. Het is allemaal heel belangrijk. En je kunt virtueel meedemonstreren. 225.000. Dus 966 mensen die... dragen deze actie al een warm hart toe en dat is heel belangrijk. Bij mij aan tafel Marcel Jansen, directeur, bestuurder, cultuurbedrijf Noordoostpolder. Heel goed. Ik mocht het niet doen, maar ik ga het toch doen. Directeur, bestuurder, cultuurbedrijf Noordoostpolder is het Centrum Cultuur, Educatie, Amateurkunst, plus Kunstuitleen, Emmeloord, plus Uit de Kunst, Urk. Uit de Kunst, zeg ik ook. Uit de Kunst. Uit de Kunst, natuurlijk, Urk. Theater Het Voorhuis, plus Museum Schokland. Als iemand iets kan vertellen over hoe de cultuursector geraakt wordt, dan ben jij het wel. Ja, wij zijn wel een goed voorbeeld. Eigenlijk van twee dingen. We hebben tot morgen, vandaag, het museum en het theater moeten sluiten. Mm-hmm. En dat hakt er gewoon enorm in. En dat veroorzaakt ook dat wij uiteindelijk als bedrijf ook wel in de gevarenzone komen. En aan de andere kant hebben wij kunstenscholen. Worden bij ons muzieklessen gegeven. Ja. Danslessen, theaterlessen. Lessen in tekenen en schilderen. En vooral die muzieklessen die zijn gewoon doorgegaan. Omdat de muziekdocenten... Mocht dat? Dat mocht online. Ja? Ze hebben in drie dagen een hele nieuwe manier van contact onderhouden met hun leerlingen opgetuigd. Ja. En dat was eigenlijk wel heel erg mooi om te zien. Maar hoe ontstaat dat? Heb jij dan... Zorg je dat al deze mensen telefonisch via Zoom of wat voor kanaal dan ook bij elkaar komen en zeggen, jongens, van dit kan niet meer en we gaan nu iets anders bedenken? Of komt dat vanuit mensen zelf? Dat hebben ze voor het grootste deel zelf gedaan. Okay. En ze hebben dat ook eigenlijk bijna allemaal ook gewoon vanuit huis gedaan. Wat natuurlijk heel bijzonder is. Ja. En dat betekent dat vooral kinderen en ook een aantal volwassenen gewoon die activiteit die ze zelf graag doen, gewoon hebben kunnen voortzetten. Ja. Het betekent ook dat wij de lesgelden die wij krijgen van die mensen, voor het grootste deel, niet hebben hoeven terugbetalen. Dus we hebben beide kanten dus op een nieuwe manier doorgaan en de tent helemaal moeten sluiten en een hele grote financiële klap krijgen, hebben we eigenlijk allebei meegemaakt bij ons in de Noordoostpolder. Ja, want je zegt, je komt in de gevarenzone, of jullie kwamen in de gevarenzone. Ja, wij komen in de gevarenzone, ja. Wat er financieel gaat gebeuren, is dat we aan het eind van 2020... waarschijnlijk onze reserves op zijn. Mm-hmm. En dan vind ik dat nog tot daar aan toe. Maar we krijgen natuurlijk toch een tijd te maken met hele andere omstandigheden waaronder we gaan werken. In het theater en in het museum vooral. Okay. Dus dat betekent dat in de jaren... de 1,5 meter samenleving, het minder mensen kunnen ontvangen. Ja. De verwachting dat meer mensen toch in het begin huiverig zullen zijn om te komen wellicht. Of straks, als zij zelf ook financiële klappen krijgen, mm-hmm. minder goed in staat zijn om te komen. Ja. Dus de jaren hierna maak ik me eigenlijk nog veel meer zorgen over dan de grote klap die nu plaatsvindt. Maar denk je serieus dat de jaren hierna dat het hetzelfde blijft? Want kan natuurlijk zijn dat er een vaccin komt, dat deze crisis... Maar je ziet ook... daarmee van de baan is. Ook wel weer. Ja, ik denk dat het na-L-effect nog wel best lang zou kunnen duren. Ja. En cultuurbedrijf Noordoostpolder is een stichting die ook wel door de gemeente wordt gesubsidieerd. Mm-hmm. Maar het ook van andere geldbronnen moet hebben. Wij moeten ook veel eigen geld binnenhalen. Ja. En wij hebben gewoon hele smalle financiële lijntjes waarover wij lopen. En als het allemaal goed gaat, dan denk je elk jaar van nou, gelukkig. Ja. Of je hebt iets te goed gedraaid en je mag een stukje van je subsidie terugbetalen. Dat hebben wij ook gehad. Ja. Dus die lijntjes in de cultuur zijn gewoon altijd veel te smal om klappen op te kunnen vangen. En dan heb je daar dus nog heel erg lang last van, als je al niet omvalt nu. Maar hoe praat je met het personeel hierover? In alle openheid. Mensen weten dat zelf ook. En, maar hoe kun je in openheid praten als je niet weet wat de toekomst met zich meebrengt? Kun je zeggen tegen iemand bijvoorbeeld, misschien raak je je baan kwijt. Maar misschien dat is bij ook ons niet. Dus nog niet aan de orde. Maar als dat aan de orde zou zijn, en ik ken collega's waar dat al wel aan de orde is, dan gaan we natuurlijk wel gewoon dat gesprek aan. Als de toekomst voor iedereen onzeker is, dan kan je er beter met elkaar gewoon over praten en kijken welke plannen je dan wel kan maken. Ja. Kijk, ik ben dan toevallig directeur en veel van mijn collega's die ik spreek, die zeggen allemaal met mij, wij hebben de wijsheid niet in pacht. Wij weten ook niet precies wat er in de toekomst gaat gebeuren. We moeten met elkaar die oplossing zoeken. Ja. Dat is momenteel wel
extra lastig door de manier waarop cultuur wordt betaald in Nederland. Dat is een kluwe van regelingen. Mm-hmm. Dat zou wel heel fijn zijn als we dit moment nu pakken om daar verandering in aan te brengen en het gewoon allemaal een stuk eenvoudiger te maken. En waar doe je op dan? Wat denk je dan? Mijn bedrijf bijvoorbeeld, ik ben voor een heel groot deel afhankelijk van de gemeentelijke subsidie. Ja. Maar die subsidie is voor een stuk ook weer afhankelijk van een bepaalde rijkssubsidie. Ja. Als ik bepaalde dingen zou willen doen, moet ik weer bij de provincie aankloppen. Als ik met mijn prijzen iets zou willen doen, dan mag ik dat niet helemaal zelfstandig beslissen. Wie bepaalt? De gemeente? Provincie? De gemeente praat mee, de provincie praat mee. Ja. Oh. En dat is op zich allemaal niet erg als het goed gaat. Maar het is wel waar in de hele sector heel veel tijd mee wegcijpelt. In adviezen maken, in politici die besluiten moeten nemen, in al die bestuurslagen. Dus dit is eigenlijk de periode dat de bureaucratie wat moet worden veranderd? Ja, ik zou willen dat we een nationaal cultuurakkoord maken. Hè. Er is een klimaatakkoord, er is een pensioenakkoord, er is zelfs een betonakkoord. Ik ga dat even opschrijven. Er is nationaal een cultuurakkoord. Er moet een cultuurakkoord komen en dat akkoord dat moet gericht zijn op continuïteit, ja, en crisisbestendigheid. En niet op groei en concurrentie en ondernemerschap en al die bla bla. Want ondernemerschap in cultuur, en misschien zeg ik nou iets heel geks, maar ik meen dat echt serieus, is soms ook een beetje een schaamlab voor het gebrek aan financiering. En, het is te veel voor markt. Nee, markt is niet erg. Je krijgt gewoon iets te weinig geld. Het is te economisch, te veel vereconomiseerd. Ik weet niet of dat een goed woord is. Nou, maar ik weet ook niet of dat een goed woord is. Het effect is, als je te weinig geld krijgt, is dat je heel veel tijd moet steken als instelling in het zorgen dat je op een andere manier ander geld krijgt. Mm-hmm. En wat vaak. Er zijn, weet ik hoeveel fondsen, er zijn een aantal rijksregelingen. Er zijn provincies, er zijn gemeentes, er is het Rijk. Dat is in Nederland, heel anders dan in allerlei andere landen, een heel ingewikkeld systeem op zich, wat aan elkaar hangt van bestuurders en adviescommissies. Mm-hmm. En ik zou het echt heel fijn vinden als we daar een beetje in wieden. Ja, oké. Okay. Moet er meer geld bij? Ja, ik denk uiteindelijk ook dat er meer geld bij moet. 300 miljoen is niet genoeg? Nee, is echt niet genoeg. Nee? Hoeveel moet er bij? Ja, laten we met 1 miljard beginnen. Wow. Er is ook eerder gezegd in deze sessies hier dat er een enorm multiplier effect is van geld wat je in cultuur stopt. Dat is gewoon zo. Het is niet geld dat stop je erin en is het weg. Nee, je stopt er geld in en er komt heel veel meer geld voor terug. Ja. We stoppen 1 miljard in, er komt er 5 miljard voor terug? Ja, die stelling durf ik wel aan. Ja, okay. Uiteindelijk wel. Spannend. Spannend, ja. Ja, heel spannend. Jij hebt nog een gedicht over Schokland. Ja, ik heb ook nog een gedicht over Schokland. Want Schokland is een plek, dat is een drooggevallen eiland. Mm-hmm. Waar je de strijd met het water, het misschien ook wel het tekort aan water straks, op alle plekken ziet. En wat je dus ziet is dat kunstenaars nu met dat gegeven deze zomer bij ons kunst willen gaan maken die te maken heeft met de tijd waar we nu in zitten. En dat is gecentreerd rondom een bepaald gedicht. Dat is niet zo lang, dat wou ik graag even voorlezen. Graag. App. Ik moet natuurlijk zeggen van wie het is. Dus van Maria Vazalis. En het ik wilde het na afloop zeggen, maar als je het nu al van... moet je van tevoren zeggen. Okay, heel goed. App van Maria Vazalis. Ik trek mij terug en wacht. Dit is de tijd die niet verloren gaat. Iedere minuut zet zich in toekomst om. Ik ben een oceaan van wachten. Waterdun omhuld door het ogenblik. Zuigende app van het gemoed dat de minuten trekt en dat de vloed diep in zijn duisternis bereidt. Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd? Mooi. Krakertje. Mooi. Ja, ja, prachtig. Ja. Ja. Kom van de zomer op Schokland de kunstwerken bekijken. Heel goed. Dat ga ik doen. Jij gaat tekenen. Ik ga tekenen. Voor hoeveel mensen? 888. Wauw. Ja. Dat zijn alle mensen die bij jou in de sector werkzaam zijn? Er zijn 88 mensen die bij ons werken in cultuurbedrijf mm-hmm. Noordoostpolder. Er zijn 756 artiesten, technici, lezingengevers, kunstenaars die wij het afgelopen seizoen ontvangen hebben om iets bij ons te doen. Een soort die wij betalen. Van werkzaam, ja. Ja, die hebben ook bij ons gewerkt. Precies. Dan ben ik er nog net niet. Dan zijn er 43 vaste vrijwilligers. Die betalen wij met liefde, dankbaarheid, kusjes en af en toe een glaasje wijn. En dan is er nog de bijaardier van Emmeloord. Die werkt ook bij ons. En die is heel erg blij. Want er is nog iets wat wel doorgaat. Dat is zijn instrument wordt gerestaureerd. Dus het klokkenspel gaat uit de toren. Dan is de toren 4 maanden stil.
van de zomer. En dan komt er een heel mooi prachtig gerenoveerd klokkenspel terug. En de bijendier van Emmeloord gaat dat dan inwijden. Marcel Jansen, dankjewel. Graag gedaan. Ik zou zeggen, ga daar tekenen. Ja. En wij zetten het ook bij de lijst met een aantal BN'ers. 888, ja. Dankjewel. Graag gedaan.